Ja, ik ben vanochtend even lekker naar Boon gereden. Het is vandaag 1 mei en dat is mijn verjaardag. Dus ik ben heerlijke taartjes gaan halen. Je ziet er zo natuurlijk helemaal niks van. Dus ik zou het natuurlijk eigenlijk even moeten laten zien. Ik heb eclairs meegenomen. Ik heb millefeuille meegenomen. En iets van een aardbeien frambozen taartje. En 1 mei is een feestdag, altijd natuurlijk voor mij, maar is in Frankrijk ook een officiële feestdag, de dag van de arbeid. En 1 mei is ook altijd een bijzondere dag in Frankrijk, want op 1 mei geef je de mensen van wie je houdt een heel klein boeketje lelietjes van Dalen. Het is een traditie in Frankrijk en ik heb me daar altijd wel redelijk over verbaasd, want lelietjes van Dalen zijn echt ontzettend giftig. Maar goed, dus als je nu door Boon loopt, dan zie je overal mensen op de hoek van de straat zitten met een klein emmertje met een paar van die boeketjes. En iedereen koopt dat dan en geeft dat vandaag aan de mensen die ze lief hebben. Ik ga nu nog kijken of ik ergens verf kan halen voor Olaf. En dan ga ik gauw Benjamin halen bij de voetbal. En dan gaan we lekker mijn verjaardag vieren vandaag. Zoals ik in de vorige vlog al zei, was Olaf's idee om de ruimte die we nu niet gebruiken, maar wel al verbouwd hebben, om daar een winkeltje te maken. Nou, ik dacht, een paar dagen doorpakken en dan staat dat winkeltje er wel. Nou, dat is dus typisch hoe die dingen gaan. Dan heb je bedacht, we gaan dat even doen. En dan wordt zo'n project altijd veel groter dan ik denk. Ik geloof dat Olaf meestal wel doorheeft dat zo'n project groter is dan ik denk. Maar dan denk ik, joh, even snel die vloer, doen we ook even het plafond. Maar nou blijkt dus dat de vloer eigenlijk nog helemaal niet klaar is op sommige plekken. Dus dat moet Olaf nu even aanpakken. Nou, dus zo ziet het er dan nu uit. Er lijkt dus echt niks veranderd, hè? Als je dit vergelijkt met de laatste shots uit het vorige vlog. Ik zit in de bus. Ik ga op weg. Ik moet eerst even de achterkant zit helemaal vol met spullen voor de Milieustraat, voor Déchetterie. Dat moet ik eerst doen en dan rijd ik door naar twee adressen. Best wel een eindje rijden, even een uurtje ongeveer. Alles is hier natuurlijk niet ver, maar wel lang gezien gewoon de wegen die hier wel of niet zijn. En dan ga ik spullen ophalen die ik al een tijdje heb willen vinden. Ik ga nog niet verklappen wat het is. Die ga ik dan in het brokantwinkeltje zetten. Olaf heeft daar de vloer nu gerepareerd en ook een eerste laag erop gedaan. Nu moeten we weer even wachten, dan moet er een tweede laag op. En ik ben natuurlijk super ongeduldig, want ik wil gewoon aan de slag. En in mijn hoofd zie ik al helemaal hoe het wordt. Dat kan niet. Nou, dan ga ik gewoon andere dingen doen om te zorgen dat het straks hopelijk allemaal superleuk uitziet. Nou, ik neem jullie natuurlijk weer even lekker mee in de bus door het Franse landschap. Alleen heb ik dit keer geen kind bij me die als cameraman kan dienen. Dus de beelden zijn heel schokkerig omdat ik mijn telefoon aan de voorruit heb vastgemaakt. Nou, wauw, dit was zo'n fijne dag. Ik vind het zo onwijs leuk om dan met zo'n bus op pad te gaan. En niet alleen om met die bus op pad te gaan. Wat ik heb gemerkt over de laatste 2 jaar, of hoe lang doe ik het nou, denk ik een jaar of zo, 1,5 jaar, is dat ik zoveel leuke mensen ontmoet en ook zulke fijne gesprekken heb met mensen. He, want ik vind heel veel gewoon online bij mensen thuis, zeg maar op de Franse marktplaats. En dan ga ik gewoon overal naartoe. Je hebt altijd zulke leuke gesprekken, dus ik ben nu deze tuinbanken gaan ophalen. Ik zal ze natuurlijk beter laten zien als de brokantenwinkel is ingericht. Wel bij iemand gevonden in de tuin. Heel leuk, ze zijn bij ons jarenlang in de familie gebruikt voor wat er ook maar was. Feesten, zondagen, hele zomers met de hele familie. Hadden we gewoon veel tuinbanken nodig om allemaal te kunnen zitten. Dat is zo'n leuk verhaal aan.
Dus die heb ik ingeladen en zei, oh ja, sorry, we hebben ze nooit goed geschilderd. Ja, wij houden ervan als de dingen gewoon een beetje in originele staat zijn. Dus ik zei, perfect, ik vind ze prima zo. En toen heb ik dit houten bankje opgehaald bij een man. En daar raakte ik ook heel leuk mee aan de praat. Want ik zeg, goh, heb je dan een brokante of zo? Maar hij zegt, nee, ik doe dit gewoon voor de lol. Ik heb gewoon een baan. Ik zeg, nou, dat ken ik. Ik heb ook gewoon werk en ik doe dit er ook maar een beetje bij. En zo hadden we zo'n leuk gesprek. Nou, het had een heel persoonlijk verhaal ook over iets wat er in zijn leven was gebeurd. Waardoor hij had besloten van, ja, je moet gewoon... Ik zei ook tegen hem, we waren het er zeer mee eens. Je moet het gewoon leuk hebben in je leven. Je moet... Weet je, je kunt zo lang twijfelen over grote levensbeslissingen. Je kunt zo lang denken over wat je wil en denken dat je het gaat doen en wat er dan allemaal nog voor nodig is. En dat misschien beter is als je nog eerst dit of als je nog eerst dat. En hij zei ook, ja weet je, je moet het gewoon leuk hebben en je moet gewoon elke dag zorgen dat je het fijn hebt. Kijk, Première RA. En dit is het stempel van het leger. Het zijn geen schoolbankjes, maar het zijn dus legerbankjes. Of ja, zijn in het leger gebruikt. Het is jammer dat je niks kunt zien nooit met die telefoon. Maar het is net na middernacht. Als je de sterrenhemel kon zien. En die vogels. Onvoorstelbaar. Ik vraag me af wat voor vogel het is. Als je het weet, laat het weten. Ik ben er helemaal van onder de indruk dat ze zo luid zijn, juist 's nachts. Ja, ik zit weer in de bus en ik neem jullie natuurlijk weer heel graag mee. Ik ben namelijk die malote die gewoon 2 uur en een kwartier enkele reis gaat rijden om iets op te halen wat ik graag wil hebben. Dit keer weer 4 oude schoolbankjes. En eerlijk gezegd gaat het natuurlijk niet per se om die bankjes, maar meer om het feit dat ik dan een leuk uitstapje kan maken. En dit keer werd het ook echt weer zo'n dag dat je denkt, wauw, hartstikke bijzondere ontmoeting. On a acheté une ferme ici en France. Mais vous n'êtes pas originaire de la région. Pas du tout, non. Pays-Bas. Pays-Bas, ah, ouais. Mais ils font un jeu vidéo avec tout le matériel agricole. Donc là, ils commencent à comprendre. Voilà. Ah bah ça serait bien, bah, c'est le premier dimanche de septembre. Nou, de bankjes bleken te staan in de loods van een vereniging voor landbouw. Die door pensionado's eigenlijk gerund werd. Die de mensen die daarin interesse hebben willen laten zien hoe vroeger het land bewerkt werd. En ik vroeg, mag ik wat filmen? Want ik wist dat mijn zoons het leuk zouden vinden om al die oude tractoren te zien. Dus hij dacht, goh, die vrouw vindt dit interessant. En hij bood me spontaan een enorme rondleiding aan. Ik heb alles gehoord over hoe vroeger het... De tarwe van het veld werd gehaald, hoe het gemalen werd, hoe het tot brood werd gebakken. Ik ben achter in de voorraad op de zolder geweest, in het extra kamertje waar ze lessen gaven. Ik heb alles gehoord, ik heb alles gezien. Maar het was zo leuk en ik vind het dan zo lekker dat ik hier gewoon de tijd voor kan nemen om met die man daarover te praten. En dat ik er ook weer wat van leer. Ik ben net weggereden bij de man, was hartstikke leuk dus. En toen dacht ik, oké, nu moet ik even ergens gaan stoppen om rustig te kijken waar ik een bouwmarkt kan vinden. Want Olaf is begonnen met de vloer. Maar ja, die is na 1 laag is onze verf op. Nou,
online gezocht bij Leroy Merlin, waar wij eigenlijk naast de lokale bouwmarkt gaan we eigenlijk bijna voor alles naar Leroy Merlin. Er zijn er 3 in die jongen of zo, dus ik denk, nou dat gaat wel lukken. Ik ga het wel vinden, maar weet je, ik moet even ergens stoppen. Dan kan ik rustig kijken online of er voorraad is, et cetera. En ik denk, ik ga hier stoppen en ik rij recht het terrein van de Leroy Merlin op. Maar ik word aangehouden door een man en die zegt, ja, we zijn dicht. Dus hoe kan dat nou? Ik zei, ik ben gisteren in Dijon geweest. Ja, zei hij, wij zijn groter en ja, met de confinement zijn we dicht. Want vous êtes pas professionnel, zei hij. Ik zeg, nee, ik ben geen bouwvakker, maar ik ben natuurlijk met een enorme bus. En toen zei ik, ja, wat bedoelen ze dan met professioneel? Ik heb wel een bedrijf. Oh, maar dan mag ik gewoon naar binnen. Dus ik heb een bus nu geparkeerd tussen de bussen van de echte professionals. En ik mag de winkel in, want ik wil natuurlijk gewoon aan de slag met mijn brokantenwinkel. We zijn nog steeds alleen maar bezig met de vloer. Dus er is verder nog helemaal niks gebeurd. En ik begin een beetje ongeduldig te worden, zoals je zult begrijpen. Dus... Op de terugweg naar huis had ik in één keer zo zin om echt door de Beaujolais te rijden. Een supermooie regio. Dus ik besloot zomaar spontaan een afslag te nemen, de GPS uit te zetten en te kijken waar ik uit zou komen. En ik vond zo'n bordje wat je dan wel ziet richting bezienswaardigheden. En daar stond op Mont Brouilly, nooit van gehoord. En ik besloot het te volgen. Een eerlijke tiramisu, heel Frans zullen we maar zeggen, heb ik onderweg meegenomen en ja, die ga ik lekker hier opeten. Moet je toch eens kijken man, ik ben zo blij dat ik even ongereden ben, echt, dit is precies wat ik hoopte tegen te komen. Ja, ik ben hierboven gestopt en ik dacht dat ik niet heel veel verder kon dan hier, maar het lijkt erop, toen ik helemaal beneden reed zag ik al dat er een kapelletje of een kerkje boven op de top van deze Mont Brouilly staat. En ik dacht, ik ga kijken of ik daar naartoe kan lopen, maar nu lijkt het erop dat ik er ook met de auto kan komen. Ik heb weer zo'n onwijs fijne en bijzondere dag gehad. Soms denk ik echt, ik ben te simplistisch voor woorden, maar hier word ik dus gewoon zo gelukkig van. Ik heb er altijd van gedroomd dat ik gewoon met mijn van door Frankrijk kon rijden. En dat is wat ik nu aan het doen ben gewoon. Ik heb hier heerlijk net gezeten, bekeken, van het uitzicht genoten, lekker even chillen met mezelf. Alleen nu is het echt tijd om naar huis te gaan. Alles is ook gelukt vandaag. Ik heb een brokantenbanken. Ik heb de verf voor de vloer gevonden. Dus Olaf kan verder om de tweede laag aan te brengen. En dan kan ik aan de slag om de brokantenwinkel te gaan inrichten. Kast van IKEA in elkaar zetten voor het servies. Deze super gave schoolbankjes heb ik nog opgehaald. Nog andere bankjes. De oude kerkbanken die ik al had. Ah,
Had ik al gezegd dat zo'n project altijd langer duurt dan je denkt? Deze tafel had ik al heel lang, die moest ik nog helemaal opknappen. En we hadden onze oude tuintafel uit Nederland, die wilde ik hier in de ruimte zetten. Daar bleek een mierennest in te zitten. Dus zei ik tegen Olaf, weet je wat we doen? We pakken het keukenblad dat we al voor de tiny house hebben gekocht, doen het daar voorlopig mee, moet hij straks naar de tiny house, dan verzinnen we alweer een nieuwe oplossing. Nou, oké, het is nog steeds niet helemaal klaar, maar ik wilde niet langer wachten om het nu aan jullie te laten zien. Olaf is het gras aan het maaien, eindelijk hoor ik. Maar ik dacht, ik ga jullie nu toch laten zien hoe het geworden is, want anders dan gaat deze vlog eindeloos duren. En ik wil gewoon heel graag laten zien hoe de winkel geworden is. De eerste mensen zijn geweest. Als jullie dit kijken, superleuk dat jullie er waren. Echt onwijs leuk om jullie te ontmoeten. En om jullie als eerste eigenlijk de winkel te laten zien. En Jeroen zei toen hij binnenkwam, ja, ze is open. Dus dat voelde zo lekker, zo fijn toen je dat zei. Dus dat vond ik heel tof. Dankjewel, Jeroen. Ik laat jullie zien hoe het geworden is. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden.